Ik heb dit kunstwerk gekozen omdat het een kunstwerk is dat verborgen ligt eigenlijk in dit Vlaams parlement. De Rijkswaterzaal, die eigenlijk een zaal is die weinig gebruikt wordt door Vlaams parlementsleden. Alleen maar voor lunchvergaderingen, meetings en dergelijke meer. En vaak als ik in deze zaal zit, ja, spreek ik mensen aan en zeg ik van, heb je al gezien dat daar in het hoekje een kunstwerk ligt dat eigenlijk vrij onbekend is, maar heel speciaal. Dit is een kunstwerk dat werd gemaakt door de Antwerpse beeldhouwer Paul van Hooijdonk. Het is een heel klein aluminium beeldje. En op 2 augustus 1971 werd dat beeldje, en het noemt Vallen Astronaut, door de bemanning van Apollo 15 in een krater gelegd op de maan. En wie had ooit gedacht dat zo'n klein Vlaams kunstwerkje het enige kunstwerk zou zijn dat zich op de maan bevindt? Als je naar het beeldje kijkt, dan zie je dat het een heel eenvoudig beeldje is, zonder aanduiding van ras of geslacht. En het symboliseert de mens op aarde. En het is eigenlijk een hulde aan alle omgekomen ruimtevaarders. Op de foto zie je heel duidelijk dat naast het beeldje ook een kaartje werd geplaatst. En op dat kaartje staan de namen van alle omgekomen ruimtevaarders sinds de eerste bemande missies. Het beeldje in het Vlaams parlement is dus niet het echte beeldje. Het is een replica. Wie het echte beeldje wil zien, die zal wellicht een reis naar de maan moeten boeken. Ik ben Johan Dekmeijen, uit Gent, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. En ik heb gekozen voor het kunstwerk Vallen Astronaut van de kunstenaar Paul van Hooijdonk.